Dat is super leuk. Iemand heeft superdruk nodig. Oh nee, het lijkt erop dat de baby het koud heeft. Deze baby heeft een sjaal en een muts nodig. Volgens mij heeft Massimo dat wel. We kunnen ze onderweg ophalen. Oh nee, superdruk. Stop, je komt vast te zitten. De straat is volledig ondergesneeuwd. Je moet een manier vinden om de sneeuw te laten smelten. Katapultruck? Geniaal! Ja, het is ons gelukt! Massimo, geef ons alsjeblieft de muts en de sjaal voor de baby. Voorzichtig jullie twee. De straat ligt vol met ijs. Dan hebben we een andere transformatie nodig. Ja, super zuignapdruk. Laten we de baby's gaan redden. Oh nee, alle drie de baby's hebben het koud. Supertruk, we moeten ze snel aankleden. Maar hoe doen we dat? ST-3000 is het antwoord. Wauw, je hebt Amber gekloond. Nu kunnen we de baby's twee keer zo snel aankleden. Ja, het is ons gelukt. De baby's zijn weer warm. Alsjeblieft, nieuwe sneeuwvriend. Vrolijk kerstfeest, vrienden. Is dat je nieuwe uitvinding om Ben te helpen zijn veldwater te geven? Werkt het controlepaneel niet? Kijk uit! De helipropellers zijn door het dolle en bewegen helemaal zelf. Tom, Ben, rennen! Het lijkt erop dat iemand je hulp nodig heeft, ST. Toms uitvinding is te vet en valt er nu aan. Help ze, ST. Oh.
Ben, rij in verschillende richtingen. ST, je moet transformeren. Ze gaan te snel en gaan richting de stad, ST. Dat cement moet droog blijven, Billy. Voorzichtig, Billy. ST, je zult weer moeten transformeren. Snel! Waar is de laatste? Oeps, daar is hij. Haal de ST-3000 tevoorschijn. Sorry, Janice. Goed gedaan, ST. Veel veiliger, toch? Ziet er goed uit, ST. ST, lijkt die wagen niet precies op jou? Het is een neppe supertruck die doet alsof hij jou is, ST. De neppe supertruck is heel vreemd en robotachtig. Waarom doet die auto alsof hij jou is, ST? Nee, ST, niet dichterbij gaan. Kijk vanaf een afstandje. Laten we hem volgen en kijken waar hij naartoe gaat. Zorg dat hij je niet ziet, ST. Crocomile heeft een neppe supertruck gemaakt om hem ijs te brengen uit het restaurant. Pak de afstandsbediening. Dat was onbeleefd van hem. Aha.
Oh nee, SD. Hij doet gemeen tegen iedereen en ze denken dat jij het bent. SD, doe iets. ST, je transformatie ziet er precies hetzelfde uit. Je moet een krachtmeting doen om te bewijzen dat je de echte ST bent. De slechte tweeling is aan het winnen. Je moet hem deactiveren met de afstandsbediening. Daar is Krokkemaal, SD. Pak de afstandsbediening. Hij heeft zich gecamoufleerd, SD. Gebruik de SD 3000. Het lijkt erop dat je Krokkemaal hebt gevonden. Ze gebruikt nog steeds de afstandsbediening, ST. Nu weet iedereen dat hij nep is. Bedankt voor het redden van de dag, ST. Kom op, baby's. Laten we terug naar Jenny gaan. Vandaag is aardedag. Ze gaat jullie van alles over bomen leren. Ben je jaloers? Oh nee, hij is iets van plan. Oh nee, Krokkemaal, stop daarmee. Je les is verpest, Jenny. We hebben hulp van onze held nodig. Ben heeft nieuwe bomen gezaaid en hij heeft nog heel veel zaadjes over. Supertruck, we hebben je nodig in het park. Daar is Krokkel. Pak hem, Supertruck. Verlies hem niet uit het oog, Supertruck. Oh nee, het is ijs. Transformatietijd. Super vuilnisdruk? Hoe dat zo? Ik snap het. Je duwt jezelf vooruit. Ja. Oh nee, hij weer. Kijk uit. Je moet je excuses aanbieden aan Jenny en de baby's. Krokkemaal was gewoon jaloers op de baby's. Wat nu, Supertruck? Dat is Ben, met de zaadjes. We kunnen de bomen niet terugbrengen, maar we kunnen wel nieuwe planten. Bedankt, Ben.
Huh? Hmm. Oh. Mm-hmm. Ook een voor jou. Niet opeten, Crocomile. Heel goed werk, baby's. De baby's hebben zoveel pret. Laten we nog meer zaadjes planten. Dat meen je niet. Je hebt ze allemaal opgegeten. Wat nu? Ja, we kunnen meer zaadjes van de bomen halen. Misschien kunnen we de ST-3000 gebruiken om ze te laten groeien. Het is een tijdpistool. Zo groeit het sneller. Wat briljant. Coco, wil je helpen, Supertruck? Goed idee, Crocomile. Bomen hebben water nodig. Klus geklaard. Crocomile, je hebt ons verrast met je behulpzaamheid. Goed gedaan. Dat is zo aardig van jou, Jenny. Bedankt. Nou, sommige dingen zullen nooit veranderen. Het is Carrie's vrije dag. Laat er vandaag niets misgaan, Walter. We rekenen op je. Ga je een ijsje halen? Walter, achter je! Oh nee, de dino maakt iedereen bang. Een dinosaurus valt de stad aan. Daar is hij. Het is een T-Rex. Kijk uit! Ik denk dat hij met jou probeert te spelen. Hij zal wel honger hebben. Misschien wilt hij vriendjes met je worden, Supertruck. Tijd om te spelen. Pak me als je kan. Vertel je de auto's over de dinosaurus? Maak je geen zorgen, jongens. Hij doet niemand kwaad.
Zie je wel? Wat is er, Walter? Nog een dinosaurus? Is dat je moeder? Ze zal wel naar je op zoek zijn. Aha. Dat moet haar aandacht wel trekken. Daar is ze. Mama komt eraan. We kunnen vrienden hebben die heel anders zijn dan wij. Tot de volgende keer.